Hallo en welkom bij een nieuwe Klix video workshop. Vandaag ga ik het hebben over 7 Plus Taskbar Cleaner. Dat is een programma waarmee je eigenlijk de taakbalk in Windows enkele kleine aanpassingen kan geven, waardoor je sneller door Windows navigeert. Enkele handige tips die eigenlijk om je, je taakbalk een stuk functioneler maakt dan dat het nu is. Nu je scrolt hier naar beneden en je downloadt de .exe-file die hierin staat, is een heel klein programma zoals je kunt zien, amper een megabyte groot. En dan start je het programma op. Belangrijk hier bij de installatie is dat je de Nederlandse taal kiest. Zoals je kunt zien is het tamelijk tekstintensief, het venster. Dus als je dan het Nederlands pakt, scheelt je dat een hele hoop moeite. Daarna voeg je nog laat dit maar verder standaard staan, heeft eigenlijk weinig belang. Nu hier deze twee dingen laat je best aangevinkt, want dit zorgt ervoor dat 7+ Taskbar Tweaker standaard wordt geactiveerd wanneer dat Windows opstart. Dus zo behoud je eigenlijk alle functionaliteit die je extra geeft aan je taakbalk wanneer dat je Windows herstart. Voilà, klikken we op voltooien. en dan zien we direct in één oogopzicht alle functies die in 7+ Taskbar Tweaker zijn. Staan. Nu, het is aan jou om in te schatten wat je belangrijk vindt, welke dingen je wil proberen. Maar sowieso alles wat je hier wijzigt, heeft ook direct impact op je taakbalk. Dus als je iets wil proberen, zoals bijvoorbeeld een dubbel muisklik op een lege ruimte, dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, toon bureaublad, dubbel klik ik hier, dan zien we direct het bureaublad en is alles verdwenen. We halen die hier terug boven. Andere dingen die je hier bijvoorbeeld wel kunt aanduiden. Eentje die ik persoonlijk zelf wel heel belangrijk vind, is het groeperen van items. Soms heb je meerdere vensters die naast elkaar openstaan, zoals je hier kunt zien onder Chrome. Nu, soms is het handiger dat je die vensters rechtstreeks kunt klikken in plaats van eerst naar boven te gaan, kiezen welke dat je nodig hebt en dan aanklikken. Maar ik kies hiervoor niet groeperen en dan zie je direct dat het hier dubbel staat. Dan kun je het rechtstreeks aanklikken zonder dat je eerst in een submenu moet gaan voor te zien welke dat je nodig hebt. Zoals je kunt zien, ik heb het hier gewijzigd, verschijnt hier automatisch. Kies ik voor groeperen, dan doet hij dat ook automatisch. Eentje dat ook interessant kan zijn, is onder het muiswiel. Hier kan je kiezen op volume controle bij, bij een muis. Als je hier kiest op taakbalk en je gaat dan in de taakbalk staan, zonder dat je ergens op klikt en je rolt met je muiswieltje. Zoals je kunt zien, verlaag je of verhoog je dan het volume. Is heel handig als je bijvoorbeeld op je laptop of op je computer geen sneltoets hebt voor snel het volume van je computer te regelen. Snel even naar beneden naar de taakbalk. Scrollen en je regelt het volume hiermee. Is een leuke extra. Hieronder heb je een dubbelmaasklik op een lege ruimte of een middelmaasklik op een lege ruimte. Bij elk van die toepassingen kan je een snelkoppeling aanhangen. kun je hieruit kiezen. Dat kan handig zijn als je bepaalde dingen regelmatig gebruikt, zoals het dempen van het systeemvolume. Als ik hier dan op dubbel klik, dan zijn de luidsprekers ineens gemute. Dubbel klik, horen we terug het geluid. Verder zijn er nog een enkele aantal opties die je zeker eens van dichterbij moet bekijken, maar het is aan jou om in te schatten welke opties dat echt belangrijk zijn en welke dat, dat niet zijn. Als je Tastbaar Tweaker als je ermee klaar bent, klik je op het kruisje en die blijft nog gewoon hier in je taakbalk staan. Aangezien we daarnet bij de installatie ook hebben gekozen dat hij automatisch mee opstart met Windows, start die mee op blijft hij in die taakbalk staan. En dan kun je ook tevens zien dat alle extra functies die je erbij hebt gestoken, dat die ook wel geldig blijven. Klein detail nog op het laatst. Verberg het systeemvak-icoon. Kun je hier gewoon aanvinken en dan verdwijnt hij ertussenuit. tussenuit. Zeker als het hier al wat druk is, loont dat wel eens de moeite voor te doen. Nu in dit geval kan het geen kwaad. Klik hier op klaar. Sluiten het venster. En dan kan hij steltjes in de taakbalk al zijn acties blijven doen.